Buffelproducten worden steeds populairder. Ze zijn niet alleen rijk van smaak, maar worden ook nog eens duurzaam geproduceerd. Buffelboerderij Arns is gespecialiseerd in zuivel- en vleesproducten. De focus ligt hierbij op lekker en vers. Hoe dit er in de praktijk uitziet, gaan we nu zien. De producten waar je aan moet denken is natuurlijk op de eerste plaats mozzarella. Mozzarella, buffelmelk is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast burrata, buffaletta, yoghurt, bordino, vla, ricotta, buffelfetta en natuurlijk vlees. Voordeel is dat het ontzettend eiwitrijk eten is. Veel ijzer, weinig cholesterol, dus het is ook nog super gezond. Duurzame productie is heel belangrijk, omdat je je bewust moet zijn van de impact die je hebt op je omgeving en op de natuur. Daarom wordt er in de productie ook echt op een ambachtelijke manier gewerkt. Heel kleinschalig, met de focus op kwaliteit. Dus het is een bewuste keuze om weg te gaan van de massa en echt gewoon hele mooie producten te maken op een duurzame manier. Duurzame productie ziet er in de praktijk uit dat de buffels, die worden gehouden in een stroostal. Dus ze kunnen lekker hun eigen kurgedrag vertonen. Ze worden ook niet met krachtvoer en antibiotica geholpen, dus minimaal. Ze hebben een kruidenrijk grasland is er ingezaaid, zodat ze lekker grof van structuur kunnen eten. Zodat ze zeg maar passend is bij wat zij kunnen gebruiken. Nou, al die prachtige spullen die gaan daarna, als ze klaar zijn, naar de overkant waar er producten van gemaakt worden. Buffels zijn dus ook heel laag extensief. Als je dat vergelijkt met koemelk, een buffel wordt wel 25 jaar op een bedrijf. Een koe is gemiddeld 6 jaar op een bedrijf. Dus onze buffels zijn echt gewoon vaste bewoners van het erf.